Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International. Mijn naam is Jarno Verweij en zoals vrijwel iedere maandag aan tafel met hoofdredacteur Pieter Zwart. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we gaan straks buitenlands voetbal gaan bespreken. We beginnen zoals vaker bij de Eredivisie. En laten we dan gelijk het meest gelezen item op VE Pro erbij pakken. Een stuk van Lent in Godijk, onze Ajax-watcher. En het, de kop boven het verhaal was Ajax is terug. En mijn vraag aan jou is Ajax terug? Ajax is zeker terug na deze week. Het ging natuurlijk, vorige week hadden we het hier ook over. Toen zei Aad de Mos, Feyenoord kan wel eens de winnaar worden. Nou, ja. Die zijn de winnaar niet geworden. AZ ook zeker niet. Die hebben natuurlijk verloren. En nou, toen zei ik aan tafel van, eigenlijk heeft PSV op voorhand de beste kaarten gegeven dat Ajax uit tegen Feyenoord speelt. 3 dagen later tegen PSV. Je kunt misschien de concurrentie wat puntjes zien verspelen. En zelfs met een gelijkspel had PSV nog steeds voortreffelijke kaarten in handen gehad in de Eredivisie. Maar ja. Ajax heeft het geflikt om en van Feyenoord en van PSV te winnen. Wat denk ik weinig mensen voor mogelijk hadden gehouden. En ik denk dat je daarvoor heel veel credits moet geven aan Francesco Farioli, de trainer die het gewoon 2 wedstrijden op rij op een geweldige manier heeft neergezet. Ja, ja, en vooral de verdediging hebben we vaker over gehad. Hè. Dat staat gewoon echt wel veel meer solide dan het afgelopen seizoen natuurlijk. Daar is de grootste winst behaald. Maar heb jij nou ook in aanvallend opzicht dingen terugzien waarvan je denkt van, oké, daar zit ook echt duidelijk verbetering in? 100% tegen PSV thuis heeft Ajax natuurlijk bij vlagen heel goed voetbal gespeeld. Echt lange fases waar tegen Feyenoord een paar aanvallen waren. Maar ook Prieske die zei het nog toen ik hem zaterdag een vraag stelde over Feyenoord. Van, ja, wij gingen ook man tegen man in de druk zetten. En Ajax heeft 50 lange ballen op Wout Weghorst gespeeld. En dat was die wedstrijd in de Kuip. Nou, dus ze hebben geen 50 lange ballen op Brian Robbie gespeeld. Want ze konden er vaak via Henderson toch onderuit spelen. Henderson, echt een grandioze week achter de rug. Die is heel veel bekritiseerd natuurlijk na zijn komst. Ook omdat de verwachtingen in eerste instantie enorm hoog opgepompt werden. En dat je daarna teleurgesteld bent dat Jordan Henderson is. Alleen, je hebt nu wel gezien dat in dit soort wedstrijden dat zo'n speler dat die gigantische waarde heeft en dat die gigantische stabiliteit geeft aan dit elftal. Zowel door defensief zijn rol te vervullen als nu ook offensief steeds een vrije man te worden. Ja, want dat defensief hebben we al eerder teruggezien. Dat zagen we eigenlijk bij zijn komst al vrij snel terug. In ieder geval qua leiderschap en coaching. De ruimtes goed verdedigen. Bij Pacquiao zag je dat bijvoorbeeld terug afgelopen week. Maar aan de bal, En eigenlijk in je analyse kwam dat ook al terug, dat hij daar echt wel van waarde is. Maar dat vond ik bij PSV nog meer ten opzichte van Feyenoord. Klopt. En heeft natuurlijk ook alles te maken met het druk zetten van PSV en hoe dat georganiseerd is en wat Ajax daar tegenover stelde. Duiken we binnenkort op VE Pro met beelden meer in. Ja, mensen vragen natuurlijk ook wel eens hè, van, goh, het zou lekker zijn om met bewegend beeld. Mogen we helaas pas gebruiken vanaf dinsdag. Dus dinsdag willen we dat ook even op VE Pro met bewegend beeld laten zien. Van, ja, wat is nou die rol ook van Henderson in die opbouw? En waarom zag die opbouw van Ajax er tegen PSV nou eigenlijk zo goed uit als dat het eruit zag? En wat was nou eigenlijk het achterliggende plan van Farioli om daar onderuit te komen, die druk van PSV? En ook, wat ging daar dan mis bij PSV? Dus en daar gaan we nog even induiken met beelden. Dus dat is ook wel morgen om 10 uur gaan we samen even hard aan werken, Pieter. Ja. Er moeten beelden gemaakt worden, er moeten teksten. Die heb je al. Je hebt alles al in je hoofd, je hebt geïmagineerd. Alles zit er al in. Ja, ik heb gisteren die wedstrijd nog een keertje en morgen om 10 uur gekeken. Dus dan ben ik er helemaal klaar voor. Morgen om 10 uur. Een mooie analyse. En verder nog, laten we ook de wedstrijd tussen Feyenoord en AZ even bespreken. Wat was jouw beeld daarbij? Nou, wat wel interessant is dat wat je eigenlijk al dacht naar die wedstrijd tegen Ajax, van oké, dit is dus een manier waarop je Feyenoord kan bestrijden, dat dus AZ dat ook deed. En dat is wel leuk, denk ik, aan hoe de Eredivisie er nu voor staat. Ik heb ook wel voorheen jaren gezien dat het heel lang duurde, weet je wel. En dat deed op een gegeven moment een team tegen een ander team wat werkte. Maar dat werd dan ook niet meteen gekopieerd. Dus ook wel het idee dat tempo van tactisch aanpassingsvermogen, dat het een beetje omhoog is gegaan. Dat het niet alleen maar is van, oh, we gaan uit van eigen kracht en bla bla bla, we zien het wel. Ja, maar dat hebben we vaak over gehad, want in de Premier League bijvoorbeeld, om dat eventjes als maatstaf dan te pakken, daar wordt zelfs geschakeld tijdens een wedstrijd. En niet 1 of 2 keer, maar daar wordt continu geschakeld. Klopt. En nou, dat zie je nu langzaamaan ook steeds meer in de Eredivisie gebeuren. Dus ik denk dat heel positief is ook dat Feyenoord dus in die Eredivisie van AZ, een eigen stadion, die weerstand krijgt, omdat Feyenoord gaat ook weer Europees spelen, woensdag tegen Red Bull Salzburg. Ja. Ja, ga je ook die
weerstand krijgen. Nu valt het bij Red Bull Salzburg momenteel wel een beetje mee. Die zitten niet in de beste fase. Die gaan ook niet doen wat AZ en Ajax hebben gedaan. Pepijn Leinders kennende, die is wat meer van uitgaande van eigen kracht. En die zou proberen het Salzburg-spel te spelen. Maar het is wel belangrijk dat die spelers daarmee geconfronteerd worden. Want wat je voorheen vaak zag, dat als Nederlandse teams in Europa gingen spelen, en dan ging bijvoorbeeld een team met 5 verdedigers spelen, dat de eerste keer was in het hele seizoen dat ze meemaakt. Goh, nou, een tegenstander, oh, dat mag blijkbaar dat je ook 5 verdedigers opstelt. Nou, nu maakt Feyenoord dat ook mee tegen Ajax, maken ze dat ook mee tegen AZ. En het is dan een combi van die dingen. En daar hadden ze toch ook wel weer heel erg lastig mee. En dan denk ik dat het alleen maar positief is dat je op die manier een wedstrijd krijgt. En dat AZ het toch ook Feyenoord in fases heel erg lastig kan maken. Ja, dan is de vraag of ze dat ook bij Fenerbahçe kunnen. Want AZ speelt tegen Fenerbahçe. Tot slot, straks om 22:30 natuurlijk weer een nieuwe aflevering van Rondje Eredivisie. En een van de stellingen is: Ajax gaat zich mengen in de titelstrijd. Ik wil van jou alleen een ja of een nee horen. Dan gaan wij door naar het volgende onderwerp. Alleen een ja of een nee? Nou, ja. Ik zou nog iets willen toelichten. Oké. Okay. Daar ging ik al vanuit. Dus meer kijk in de of zin je uit van kan ja, mits. Omdat, en dat ga je natuurlijk deze week zien. Dat vind ik wel interessant. Omdat tegen Feyenoord heb je gezien, oké, die organisatie stond tegen PSV. Ja. Heb je gezien, een tegenstander wil druk zetten. Ajax vindt een manier om eronder uit te spelen. Wat je nog niet van Ajax dit seizoen gezien hebt, wat je wel moet gaan zien om ze echt titelkandidaat te noemen, spel maken. Is dat ze het spel kunnen maken. Nou, ze gaan spelen tegen Maccabi. Zullen ze thuis het spel moeten maken. Ja. De beste wedstrijden die Ajax heeft gespeeld waren allemaal wedstrijden eigenlijk waarin ze minder balbezit hadden dan de tegenstander. En de ruimtes groter zijn. En de ruimtes groter zijn. En je gaat die wedstrijd zien tegen Twente. Nou, die gaan in het eerste kwartier heus wel druk zetten in de goalsvesten. Maar die hebben ook een laag blok waar zelfs José Mourinho jaloers op was. Dus dat wordt, deze week wordt weer op een hele andere manier gaat Ajax nog een keer getest worden. Nou, ze hebben 2 testen glansrijk doorstaan. En die Twente-test, ja, dat is de derde. En het is wel even een andere test. En ik denk dat dat wel goed is om daar ook alvast rekening mee te houden. En dan die testen daarvoor. Omdat je gaat gewoon, zeker als je per ongeluk op achterstand komt tegen Twente, ja, dan ga je fases gewoon de bal hebben tegen een team wat waanzinnig goed georganiseerd is. 4-5-1 op eigen helft. En kun je dan er ook doorheen spelen? Ja, dat vraagt natuurlijk totaal iets anders dan wat Ajax deze wedstrijd gedaan heeft. Een beetje lokken voor de tegenstander. Oh, ze gaan man tegen man. Oh, dan spelen we hem over de druk heen. Dat ga je tegen Twente niet zo makkelijk kunnen doen als dat je dat kan doen tegen Feyenoord en tegen PSV. En nou, dat is denk ik ook wel belangrijk dat als je die dingen analyseer dat je ook rekenschap geeft van de tegenstander. Dus dat je niet alleen, oh, dat zag er nu heel goed uit. En nu is het lek helemaal boven. Nee, dan wordt het totaal andere wedstrijd ook weer tegen Twente. En ook dan moet je weer de antwoorden paraat hebben. Nou, en waar Ajax fans zich aan vast kunnen houden is dat tot nu toe Farioli vaak die antwoorden paraat heeft gehad. En tegelijkertijd moet je daar de nuance bij plaatsen dat de wedstrijden waar Ajax het spel moest maken, dat het tot nu toe wel vaak moeizamer was. En ja, dat is dan nog een ontwikkelpunt. En dat is het aspect. Ja, PSV en dit soort topwedstrijden komt niet zo overtuigend tot nu toe voor de dag. Alleen in die wedstrijden tegen die wat zwakkere teams, dan heeft PSV wel altijd de antwoorden. En daar kun je toch het leeuwendeel van de punten verzamelen in een eredivisie seizoen. Dus dat is, daar heeft Ajax wel dingen laten liggen. Dat is de reden dat Ajax nog steeds een achterstand heeft op PSV. En dus moet je daarop nog steeds wel gaan verbeteren. En dat is eigenlijk de volgende uitdaging voor Farioli. Ja, precies. Dus jij zegt eigenlijk PSV in de topwedstrijden, dan hebben ze het uiteraard lastiger. En tegen de kleintjes komen ze eigenlijk nooit. Ze komen tegen mindere tegenstanders echt nooit in de problemen, lijkt het wel. Weinig. En dat zie je natuurlijk ook weer terug tegen Ajax. Ze maken 2 doelpunten. Nou, eigenlijk uit de lucht. Gewoon letterlijk uit de lucht met Luc de Jong, die bij een corner een bal erin knopt. Wat natuurlijk een enorm wapen is. En Perisic met een waanzinnig schot. Ja, geweldig goal. En dat is natuurlijk PSV. En die krijgen straks nog Schouten terug. Die krijgen straks nog Veerman terug. Er komt nog heel veel meer kwaliteit komt er dan bij eigenlijk bij PSV. Die hebben nog een Peppi op de bank zitten die ook heel makkelijk scoort. En ja, Dest gaat nog terugkomen natuurlijk. Er komt er ook nog bij. Dus daar zit natuurlijk gewoon heel veel kwaliteit in die selectie om van al die kleintjes te winnen.
En dan heb je maar een beperkt aantal punten eigenlijk in de grote wedstrijden nodig om kampioen te worden. En dat is waar Ajax natuurlijk de stap moet zetten. Van ja, je bent op punten kwijtgeraakt tegen Go Ahead bijvoorbeeld in zo'n uitwedstrijd. Je bent punten kwijtgeraakt bij NAC Breda. Tot nu toe is bijna geen uitwedstrijd, ook RKC uit. Is niet makkelijk geweest voor Ajax. En dat is wel, ja, met als jij echt kampioen wil worden, ja, dan moet je daar nog wel een paar stappen zetten. En, ja. Nou, dat zal, daar zal Farioli ook mee bezig zijn om dat voor elkaar te krijgen. En dit hele verhaal meenemende, Ajax gaat zich mengen in de titelstrijd, ja of nee? Wordt dan? Ja, ze gaan zich mengen, alleen ze moeten wel blijven verbeteren. Goed, alleen dat is het fijne voor Ajax-fans, want Farioli tot nu toe wel heeft bewezen dat hij dat team kan verbeteren. Dus er moeten dingen verbeteren. Nou, nu moet het ook daadwerkelijk gebeuren. Goed zo, dan gaan wij naar het meest gelezen item op v.nl. Ruud van Nistelrooy bij zijn Premier League debuut 1-1 tegen Chelsea. Het stuk kwam eigenlijk, wat erin voorkwam, dat het Ten Hag manco, de missen van de kansen, daar kwam hij dus ook wel tegenaan. Vooral als je nou kijkt naar Bruno Fernandes, Garnacho, Rashford. Ja, dat blijft wel echt een probleem bij United. Dat klopt. Het was een beetje een rare wedstrijd ook. Ja. Het is natuurlijk ook een beetje een typische United-wedstrijd in de zin van, ja, veel verdedigen en dan snel eruit komen met die gasten. Alleen, het is al het hele seizoen. En ik zag ook dat Bruno Fernandes een excuses had aangeboden aan Ten Hag. Van, ik heb de doelpunten dit jaar niet gemaakt. Nou, dat is dan nog een van de weinige spelers waarvan je normaal gesproken kan invullen 10 à 15 doelpunten. Ja. Ja, en al die anderen. Ik moest er zelfs aan denken bij Hoylo, die dan de penalty versierde. Die was daar ook waanzinnig blij mee. Alleen, dat was wel in een situatie dat ik dacht van, goh, als je toch echt een spits bent. Hij leek geen moment eigenlijk te gaan voor, ik kan ook een doelpunt maken. Hij leek volledig te gaan voor, die keeper komt eraan en ik ga naar de grond. Ja. En dat is op zich prima. Bruno Fernandes schiet uiteindelijk die penalty erin. En dan hebben ze het resultaat dat ze willen. Maar erg vond ik het ook wel apart. Dat ik dacht van, hey, maar je bent toch, ja, de echte hongerigheid naar een goal. Dus dat het is toch een spits. Alles, en je komt in die situatie en dan denk je, killen. Alleen hij dacht, penalty. En dat vind ik dan toch bijzonder. En dat is misschien ook wel ergens een beetje typeren toch voor United van dit seizoen. Dat, ik zag ook nog een ander moment in die eindfase dat Cirkzee erin kwam. Die leek ook op een gegeven moment doorheen te zijn. Maar die komt dan niet eens tot een schot uit zo'n situatie. Mm-hmm. En dat zie je toch wel vaak gebeuren bij United. Dat allerlei spelers in kansrijke posities opduiken. En die dan niet dat killer instinct op de een of andere manier hebben. Rust. En de rust van, ik ga nu dat afmaken. En dat, ja, dat was een groot probleem voor Ten Hag, is nu ook een probleem voor Van Nistelrooy. En dat is natuurlijk wel interessant. Ja, kan Ruben Amorim dat oplossen? Ja, die heeft ook geen toverstok. En tegelijkertijd weet je natuurlijk wel in het voetbal dat als jij veel kansen mist, ja, op een gegeven moment, dat gebeurt natuurlijk ook al tegen Leicester, zullen ook wel een keer wat ballen zullen binnenvliegen. En dan, nou, als dat toevallig gebeurt nadat Amorim aan het roer staat, dan is het natuurlijk in één keer het Amorim-effect dat die balletjes er wel invliegen. Dus dat is voor een trainer, als je net instapt, is dat eigenlijk de meest ideale situatie. Dat je weet, het is niet zo slecht als dat het lijkt. Er worden wat kansen gemist. Ja, je stapt erin. En ook als je niks doet, zouden ze op een gegeven moment vaker die ballen erin gaan schieten dan tot nu toe gebeurde. En daar zou misschien Amorim ook een beetje op hopen dat hij net die massa aan zijn kant heeft. En dat wordt dan altijd toegeschreven ook aan het schok-effect. Maar eigenlijk zie je dat het schok-effect, er zijn allerlei wetenschappelijke studies geweest, waar dan teams die de trainer ontslaan vergeleken worden met teams die een hele slechte serie hebben gehad. Bijvoorbeeld Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord. Of nu Maarten Martens bij AZ. Nou, Maarten Martens wordt waarschijnlijk niet ontslagen. Van Bronckhorst werd niet ontslagen. En daarna worden de resultaten ook beter. Alleen is op datzelfde punt in tijd, als je nu bij AZ een andere trainer zou neerzetten, of nog beter, misschien na de wedstrijd tegen Fenerbahçe, dan komt er een iets makkelijker programma aan. Je gooit de trainer eruit, zet een nieuwe trainer erin. Ze winnen een paar wedstrijden, dan zeg je, hey, maar ik denk dat clubs stijmen daar ook op. Klopt. Kijk er dan gewoon naar. En dan zeg je schok-effect, maar het is dus eigenlijk niet, het was waarschijnlijk ook gebeurd als je die trainer niet wisselt, zoals bijvoorbeeld met Van Bronckhorst is gebleken, of bij bijvoorbeeld Cocu is gebleken. En ja, Arteta heeft natuurlijk ook dat soort fases gehad in Engeland. Guardiola, die heeft natuurlijk ook slechte schok-effect fases ook, gehad. Schok-effect ook, een nieuwe trainer. Het gaat om de verandering. Er gaan een aantal veranderingen gaan er plaatsvinden en die kun je pas over een bepaalde periode kun je dat beoordelen. Klopt. Je kan niet direct, want nogmaals, volgens mij, in de video gaf het ook al aan, van ze zullen echt wel iets anders gaan spelen als je kijkt naar Sporting in dit geval. Maar ja, goed, wat gaat er precies veranderen? Wie gaan die rollen invullen? En hoe
sluit dat direct aan. Laat maar zeggen, haal je tactisch kun je inderdaad resultaat uit. Tactisch kun je zeggen na een wedstrijd van, nou, dit zijn de accenten die je aanbrengt. Alleen, ja, of dat resultaat gaat opleveren, ja, dat kun je niet zeggen na één wedstrijd. Nee, nee, zeker. Dus helemaal eens. Maar goed, ook daar, we hebben na rondje Eredivisie ook een rondje buitenland met Soleim Nusterk. Dus daar gaan we het natuurlijk ook uitgebreid over hebben. Ja, de grote vraag voor hem is natuurlijk, die kan nog wel gesteld worden. Arne Slot, wordt hij meteen kampioen? Opportunistisch, hè? Lekker. Heel opportunistisch, gaan we gewoon voorleggen. Pieter, dankjewel en tot ZSM. Tot ZSM.